Een dubbel programma vandaag voor FC Utrecht. Waar de ene helft speelt tegen FC Groningen, thuis op Zoudenboog. Speelt de andere helft in Den Haag tegen het ADO van Dick Advocaat. Dit is Ricardo Pepi, spits van FC Groningen, gehuurd van Augsburg. Amerikaan die dit seizoen al 6 keer trefzeker was. En bij Utrecht vandaag een 4-4-2 systeem met Dost en Doevikas in de aanval. Openingsfase van de wedstrijd. Mooie paas van Luciano Valente naar Thomas Soeslof. Verdekt geschoten en dat is raak. Fabian de Keizer geklopt. En dan hebben we 7 minuten gespeeld in Utrecht. Ja, het spelbeeld in die eerste helft is zo dat Utrecht vrij hoog druk zet. Redelijk dominant is aan de bal. Maar goed, weinig ruimte in de 16. Toch een schot van Doevikas. Redding van Verrips. Rebound ook nog voor Dost. En dan na een minuut of 20... blijkbaar geen overtreding op Boussaïd. Dit is Ricardo Pepi. Pepi besluit zelf te schieten. De Keizer met de redding. Ja, Groningen moet het vooral hebben van de omschakeling. En Utrecht zogezegd de ploeg met het balbezit. Hoekschop Groningen. Oh, niemand raakt die bal aan. Ja, Pepi wel. Weinig kansen zogezegd voor de Groningers. Maar toch echt een 0-2 voorsprong. Terugspeelbal FC Groningen en dus een vrije trap voor Utrecht op een mooie positie. Maar als je er zo mee omgaat, dan komt die aansluitingstreffer voorlopig niet. Dit is Van der Hoorn naar Boussaïd. Op een spekglad veld inmiddels. Oh, keurig van de streek dat overstapje. Dost van afstand, maar geen moeilijke prooi voor Verrips. Poging van Dost, een paar meter naast. Dan gaan we naar de tweede helft. Voorzet van Zagré eruit gehaald. Countermogelijkheden voor de bezoekers. Pepi met een keurige loopactie. Heeft al 1 keer gescoord. En daar komt zijn tweede. Prachtig over de Keizer gechipt. En tuurlijk, Groningen creëert niet al te veel kansen. Maar de kansen die ze krijgen, verzilveren ze allemaal. Stand 0-3. En hier een kopbal van Doevikas. Goede kans op de 1-3. Wellicht komt hij nu. Boussaïd. Inmiddels van de streek in balbezit. En daar is Boet. De borst van Verrips geschoten. Dus nog altijd 0-3. Utrecht dat wel in de 16 van Groningen komt. Maar met de kansen, zoals hier Dost, toch simpelweg veel te weinig doet. Boussaïd. Wederom ter Havest. Ditmaal naar Boet. Die heeft de tijd en ruimte. Boet naar Doevikas. Maar ook deze kans gaat er niet in. En zo eindigt FC Utrecht tegen FC Groningen. Dus iets wat geflatteerd in 0-3. Bij het officieuze debuut van Ivar Jenner. Ja, vandaag mijn debuut gemaakt met de eerste elftal. Ja, ik had eigenlijk vakantie met Jong FC Utrecht. En toen kreeg ik eergisteren een appje of ik mee wou trainen en een wedstrijd wilde spelen. Dus ja, is alleen maar mooi. Dan breek je je vakantie met alle liefde af, toch? Ja, zeker. Daar kan je natuurlijk geen nee tegen zeggen. En je bent niet de enige debutant? Nee, Rafik, Eliano en Mees van de onder 18. Ja, ook vandaag debuut gemaakt. Hoe is het om na volgens mij een dikke maand tijd weer 90 minuten te maken? Tenminste niet iedereen, maar diverse spelers wel. Ja, daarom. Dat is ook weer zo. Veel jongens een beetje kwakkelen met blessures, met fitheid. En daar zitten we weer tegenaan. Het is heel raar rond deze periode. Want nu, normaal sluit je een periode af. Nu, en nu begin je weer een nieuwe periode. Dus goed, het is zoals het is. En we moeten er gewoon staan. En nu een lekker kalkoentje aankomende dagen? Staat nog niet op programma. Wel andere lekkere gerechten, maar... Gourmetten in Huizen van de Hoorn? Gourmet. Nou, niet bij mij thuis. Stinkt. Nee, ja, er zal vast wel wat gourmet worden. Oh, vrouw die verbelt het allemaal. Klassieke dingetjes, hè. Dus nee, het gaat toch om de gezelligheid en het eten en drinken komt er ook bij. Zo is dat. Ga ervan genieten. Ja, jullie ook.